Attentie voor Roger West. Een misdaadserie in 7 delen naar het boek van de beroemde detectiveschrijver John Creasy. Voor de radio bewerkt door Morris Travers. Vertaling Peggy van Kerkhoven. Regie Hero Muller. Vandaag het 6e deel. Felrode explosie. Nou, verder kunnen we met de auto niet komen, Jill. De weg is van hieraf onbereidbaar. We zullen de rest van de weg naar Kinara moeten lopen. Nou, u zegt het maar, brigadier. Dit is hier bekend terrein voor u, dus u neemt de leiding maar. We hebben nog eenmaal geen mannen genoeg voor een rechtstreekse aanval op het huis van Corrosion. We moeten het dus hebben van een snelle, verrassende overrompeling. Ja. En van de volkomen duisternis. Uh-huh. Dat zijn onze beste wapens. Ah, daar is Henningen met zijn mannen. Gaat u mee, regisseur? Je kunt ze van hier af horen praten. Stilte, alsjeblieft, mannen. Stilte. In hemelsnaam, stilte. Wilt u er allemaal goed aan denken dat dit niet zomaar een inval is in een kleine clandestine whiskystokerij of iets dergelijks, maar dat dit een verrassende overval moet worden op het landgoed Kinara en op de zeer gevaarlijke misdadiger Corrosion. Henningen. Ja, brigadier. Je hebt hoop ik niet vergeten haken en het touwen mee te brengen om ons over de hoge muur rond Kinara heen te helpen. Tuurlijk niet. En denk er vooral aan, mannen. Absolute stilte. Alleen schieten in uiterste noodzaak. Bijvoorbeeld als Corrosion de bewakers en zijn afgerichte honden op ons afstuurt. En op af. Hoe ver is het nog? Een half uur lopen zo ongeveer. Ik denk dat die hoofdinspecteur West op dit moment heel wat rustiger in zijn bed zou liggen als hij wist dat wij nou op weg zijn om hem te bevrijden. Gelooft u niet? Als hij tenminste in bed ligt. Maar dat betwijfel ik. Ik zou tenminste geen oog dicht doen als ik in zijn schoenen stond. U? Beloof me dat je het zult doen, Roger. Beloof me dat je Corrosion zult doden. Voor mij. Voor ons allebei. Vannacht nog. Nu. Zeg dat je het doen zult. Zeg! Stil niet zo hard. Jij kunt het, Roger. Jij bent niet bang voor hem zoals die anderen. Juliette, kalmeer alsjeblieft. Ik heb de deur opengemaakt. Ik geef je de kans. Corrosion heeft je zo vaak voor gek laten staan. Zo vaak is hij jou ontsnapt. Nu kun je eindelijk wraak nemen. Ik zal je helpen te ontsnappen. Nadat je hem koud hebt gemaakt. Waarom wil je dat eigenlijk? Omdat ik hem haat. Ik haat hem. Hij is een monster. Een gewetenloos monster. Hij heeft mijn honden gedood. Hij heeft mensen nog veel ergere dingen aangedaan. Een duivel is het. En altijd moet hij zijn zin hebben. Zelfs met jou. Als jij niet in zijn val gelopen was. Nou, dan zou hij wat anders bedacht hebben om je te treffen. Misschien je vrouw of je kinderen. Maar ter pakken gekregen had hij je. Wat heeft hij mij niet aangedaan? Kijk wat hij van me gemaakt heeft. Ik ben zijn experiment. Hij heeft me er alles van verteld. Hij is er trots op om me geestelijk te hebben misvormd. Alle vrouwelijke gevoelens in me heeft hij vernietigd. Alleen van de honden mocht ik houden. Kijk me aan, Roger. Kijk me aan. En vertel me het eerlijk. Ben ik anders dan andere vrouwen? Je bent in ieder geval veel mooier dan de meeste. Vind je me aantrekkelijk? Natuurlijk ben je dat, Juliette. Meer dan andere vrouwen. Meer dan je eigen vrouw. Dat kun je niet vergelijken. Maar ik ben mooier. Neem me in je armen, Roger. Dicht tegen je aan. Kom stil, maar Juliette. Het komt allemaal kom, weer goed. Ik ben een vrouw. Neem me in je armen. Zoals een man dat doet met een vrouw. Luister. Eerst moet ik weten wat zijn plannen zijn. Nou, vertel me daar alles van. Hè? En tot in alle details. Wat heeft het voor zin? Als hij helemaal dood is, komt er van dat hele plan toch niets meer terecht. Kom. Ik zal je zijn kamer wijzen. Nou, een ogenblik nog. Als iemand ons nou ziet, een van de bewakers. 'S Nachts is er maar één bewaker en die zit in de hal naast de voordeur. Kom, Roger, waar wacht je nog op? Waarom aarzel je? Omdat ik niet het recht in eigen hand kan nemen. Ik ben een politieman, Juliette. Het is mijn taak Corrosion aan de justitie over te dragen en niet om... Dus je bent niet van plan hem te doden? Nee. Je moet het doen. Je zult het doen. Of je gaat er
mezelf aan. Ik hoef maar te gillen. Ik hoef maar één tik te geven. En de bewaker komt hier naartoe. Carosian zal ook komen. En jij zult eraan gaan. Eén schreeuw voor mij en... Ja, sorry, schat. Het moest, kom. En nu, pet. En prop in je mond om je stil te houden. Ja. Alsjeblieft, zo. Voorlopig kun je geen kick meer geven, jonge dame. Zo, dat is dat. Eén mannetje naast de voordeur, zei ze. Als ik nou weg kan komen zonder dat die bewaker me ziet. Eens even kijken. Eén bewaker. Klopt. Hij is maar rempel in slaap gesukkeld. Heel zachtjes. En ik ben er. Zo. Wel rustig, vriend. En nu goed. Geen bewaking te zien. Geen honden, niets. Daar gaan we dan. Nu als de gesmeerde bliksem naar de muur. Inspecteur! Inspecteur, deze kant op! Chill! Hier, inspecteur, in de struiken! Chill, hoe bestaat dat? Ja, dat had u niet gedacht, hè? Verdomd blij te zien, man! Maar laten we gauw maken dat we wegkomen. Dat schot van jou zal de bewakers wel gealarmeerd hebben. Ja, spreken maar. Maar wij zijn er wie ook nog. Dit is brigadier Maroon van de Ierse politie. Prettig kennis te maken. Ierse politie? Ja. Bedoel je dat we in Ierland zijn? Ja, wist u dat niet? Maar daar komen ze al, de bewakers van Vint Carosian. Vooruit, jongens. Hier zijn we precies nog gekomen. Trap los. Hoe groot is de schade, Jill? Alles bij elkaar. Nou, twee lijfwachten van Carosian zijn gewond en 10 gevangen genomen. Bijna al die honden zijn in ieder geval afgeschoten. En bij ons maar 3 gewonden, inspecteur West. Licht gewond trouwens, niet de moeite waard. Hoe is het met u? Voelt u zich helemaal oké? Ik heb wel een nooit zo'n lekker gevoel, Hubert. Ik hou wel van zo'n wegpartijtje. Ja, ik kon zien dat u recht plezier in had. En u hebt uw aardig geweerd en zijn geducht van langs gegeven. Bij Sint Patrick en alle heiligen van Ierland. Dat was met nachtje wel. Ja, het is nog lang niet over, brigadier. Nu is het huis in de buurt. En dit keer kan Carosian nog niet meer ontsnappen. Het is nu voor eens en voor altijd uit met hem. Vooruit, laten we onze mannen bij elkaar roepen. Niet zo haastig, inspecteur. Ik heb het gevoel dat dit wel eens een grote teleurstelling voor u kan uitlopen. Luister. Vliegtuig? Weet u nog wat ik u vertelde, rechercheur, over dat kleine vliegtuig dat altijd op Kinara klaar staat? Nee. Daar gaat het. Het stijgt op, daar, boven de bomen, daar. Die kleine lichtjes die aan en uit gaan, dat is het. Als die meneer Carosian maar niet wegbrengt. Nog aan toe, steeds als het event bijna in de boeien... We kunnen onze overval op het huis wel vergeten, inspecteur. Dat heeft geen enkele zin meer. Wie zegt dat? Carosian is er als de wereld van doorgegaan. Misschien heeft hij van alles achter moeten laten. Aantekeningen, brieven, documenten, alle mogelijke paparazzen. Duiveld! Dat kwam van het huis. Kijk, het staat in brand. Moet je dat even zien? Ik zie het. Het brandt als een fakkel. Wat zeg ik? Als een ongelbaai het vage vuur. Geen van kans om daar nog binnen te dringen, inspecteur. En de hoop om daar binnen nog aantekeningen of documenten te vinden, nou, die kan u wel opgeven. Inderdaad. Ook daar heeft Carosian voor gezorgd. Die man denkt letterlijk aan alles. U kunt beter uw veiligheidsriem vastmaken. Wat zei je, Hubert? Uw veiligheidsriem. We gaan zo landen. U zult wel blij zijn weer in Londen terug te zijn, niet? Ja. Ik zou heel wat vrolijker zijn als de Carosian bij me had. In de boeien. We hebben geen geluk gehad. Ik heb nooit geluk wat het hem betreft. In ieder geval bent u uit zijn klauwen, een vrij man. Dankzij jou, ja. Dat is al niet gauw vergeten, Hubert.
Ik had apart nog deel aan, hoor. Het enige wat ik daar deed was achter Jacko Dempster aan zitten. Jammer dat die corrosie niet onschadelijk wist te maken, maar dat hij zelf een kogel kreeg. Het zou ons een hele hoop moeite bespaard hebben. We gaan landen. Hubert, je hebt me nog steeds niet verteld hoe je er eigenlijk toe gekomen bent om achter die Jacko Dempster aan te gaan. Ik kreeg een tip van een oude vriend van u. Van Pierlee Willis. Hé, hey, Pierlee. Zocht die contact met jou? Nee, zo is het niet gegaan. Iedereen bij Scotland Yard weet dat u de enige smeris bent waar Pierlee iets mee te maken wil hebben. Hm. Hij gaf zijn inlichtingen door aan uw vrouw. Sluwe oude vos. Ze hield bij de volgende bocht naar het cafeetje daar rechtsom graag. Dan kom je daarna meteen in Bell Street. Zoals u wilt. En zet me niet vlak voor mijn huis af, wil je? Ik wil graag een eindje lopen, dus zet me maar af op de hoek. Hallo, Janet, lieverd. Oh, Roger! Oh, schat, wat fijn dat je er bent. Hou me dicht tegen je aan, Roger. Heel dicht. Ik heb naar jou uit zitten kijken vanaf het moment dat Sir Guy me opbelde en zei dat je in het vliegtuig zat en naar huis kwam. Wat heb je eigenlijk tegen die jongens gezegd? Alleen dat je een tijdje weg zou blijven. Ze zitten boven op hun kamer huiswerk te maken. Roger, is er wat? Huh? Nee, Janet, is niets. Helemaal niets. Ga maar weer lekker slapen. Kun jij niet slapen? Nee. Maar ik voel me juist zo gelukkig om hier te liggen. Ik heb ook geen slaap. Mag ik een trekje van je sigaret? Alsjeblieft. Dank je. Is het niet vreemd? Wat? Of ja, op weg van Ierland hier naartoe, in het vliegtuig, leek het me allemaal zo onwerkelijk. Zelfs toen we landden en van het vliegveld kwamen. En toen ik jou mijn armen hield, toen pas besefte ik dat het allemaal werkelijk gebeurd was. Lieveling. Mag ik nog een trekje? Ik zal er eentje voor je aansteken. Nee, ik wil er geen. Roger. Ach, niks. Dat doet er niet toe. Wat wou je nou zeggen? Jij wilt Sir Guy zeker niet vragen of hij... Of hij een ander met deze zaak wil belasten, bedoel je? Zodat ik eraf ben? Vergeet maar wat ik gezegd heb, Roger. Ik weet dat het onzin van me is, maar... Janet, ik kan het nu niet opgeven. Ik moet ermee doorgaan tot het bittere einde. Ik moet weten wat die corrosion in zijn schild voert. En hoe ik het kan verhinderen. Wat heb je voor kans, Roger? Je hebt je nou vrijwillig aan hem overgeleverd in een poging dat uit te zoeken. En heeft het je iets verder gebracht? Ja, toch wel iets, dacht ik. Kijk, ik vermoedde wel een hele tijd al dat hij een groot en misdadig plan zit uit te bloeden. Maar nu pas weet ik hoe geweldig groot. En nu is hij Kinara kwijt. Hij mist een hoofdkwartier. Hij is nu op de vlucht. Dat geeft ons nieuwe kans. En dat maakt hem nog gevaarlijker. Hij heeft nou nog meer reden om je te haten, Roger. Nou, laten we er niet verder van wakker liggen. Ja, we hebben onze slaap trouwens hard nodig. Morgen vroeg wacht met een lang gesprek met Chatsworth, dus... Hé, hey, maar staat een bakje. Ja. Wel tussen, Janet. Fijn dat je thuis bent. Nacht, lieverd. Ga zitten, Roger. Dank u, sir. Ik was van plan om jou eens een flinke uitbrander te geven... Ja, maar ik ben verdomd blij dat je er weer bent, Roger. Fijn dat u dat zegt, sir. Hoe is het met je arm? Nou, je hebt zeker stijf van al het hattenschudden. Dat overleef ik wel. Ja. En je staat ook weer net als vroeger in hoog aanzien bij de heren voor de pers. Hm? Je hebt de kranten zeker al gelezen, hè? Het verhaal over Kinado staat op alle voorpagina's. Tja, als je dat leest, zou je haast denken dat we corrosion voor eens en voor altijd onschadelijk hebben gemaakt. Maar zover is het nog niet, helaas. Nee. Nou, vertel eens, vanaf het begin. Hoe is alles in zijn werk gegaan?
Nou, dat was het dan, sir. U bent nu helemaal op de hoogte. Ja. De lui die we bij Kinare in hechtenis namen zullen vandaag wel in Engeland aankomen. We zullen ze natuurlijk ondervragen, maar ik ben bang dat ze niets van belang te vertellen hebben. Mm-hmm. Onbetekenende mannetjes dus, hè? Kleine Rut. Ja. Eigenlijk weten we dus nog niks over het spel dat Carosian speelt. Behalve dan dat het een zaak is waar ze ongeveer 10 miljoen pond mee gemoeid is. Ja. En ik heb geen flauw idee wat het zijn kan. Overigens maak ik me wel ernstig zorgen, sir. Dat geef ik eerlijk toe. Omdat jij denkt dat het hem lukken zal? Ja. Ook omdat hij nu nog veel schofteriger te werk zal gaan. Nog veel koelbloediger, wreder. Zelfs Janet voelt dat. Tussen twee haakjes. Toen ik daarnet van huis ging, zag ik dat u een mannetje had posten in Bell Street. Twee. Eén aan de voorkant, één aan de achterkant van je huis. Dat leek me beter. Bedankt. Ja, wat naar Carosian betreft. Het enige aanknopingspunt, of punten, kun je wel zeggen, maar dat we schijnen te hebben, dat zijn die kleine rode schildjes die je daar straks noemde, niet? Ja, het is een soort herkenningsteken voor zijn mensen. Op ieder schildje staat een nummer. Ze zijn waarschijnlijk een belangrijk onderdeel van zijn werkmethode. Ik heb opdracht gegeven om iedereen op wie ze zo'n ding vinden apart te ondervragen. Ja, uitstekend. Dan nog iets. Hoe staat het met het echtpaar Grant? Jij bent er absoluut van overtuigd dat die ontvoering van Christine Grant alleen maar een voorwendsel was, niet? Carosian heeft het tegenover mij zelf toegegeven. Weten we eigenlijk waar Michael Grant en zijn vrouw op dit ogenblik zijn? Jazeker. Hier in Londen. Ach. Op zijn flat in Belgrave Square. Wat? Ja, ik heb dat voorlopig nog even uit de kranten weten te houden. Maar ik heb Grant wel laten ondervragen. Het verslag daarvan moet op je bureau liggen. Staat er nog iets in dat ons zou kunnen helpen? Nee, dat lijkt me niet. Nee. Het verhaal van die jonge Grant komt volkomen overeen met wat jij vertelde. Hmm. Grant verklaart dat hij en zijn vrouw weg mochten omdat hij alles had gedaan wat Carosian hem had opgedragen. Hmm. En om diezelfde reden wordt Grant's schoonvader dus ook met rust gelaten, neem ik aan. Arthur Morley? Huh? Waarschijnlijk wel. Volgens de man die Morley nog steeds schaduwt, heeft hij zich nadat hij jou voor Carosian in de val had gelokt totaal niet verdacht meer gedragen. Oh. Ja, nee, maar toch, ik heb verdomd veel zin om over dat feit alsnog in te rekenen. Ja, dacht u dat je hem daarvoor kon laten veroordelen? Mm. Hij heeft zijn straf uitgezeten en wat hij deed, deed hij onder druk van Carosian en ter wille van zijn dochter. Mm. Wat ik nog wilde zeggen, die vrouw bij Carosian, die Julietta, hoe is het eigenlijk nu afgelopen? Heb je enig idee? Ja, binnen. Julietta. Bragger zei dat je me wilde spreken. En dus kom je onmiddellijk naar me toe. Zoals een gehoorzaam en trouw wezentje als jij betaamt. Carosian. Hoewel, die trouw van jou ten opzichte van mij, die heeft mij daar ginds in Kinare wel een beetje teleurgesteld. Maar laten we het daar niet over hebben. En kom eens hier. Hier, bij het raam. Ja. Waarom? Boeiend gezicht, hè? Zo'n haven. Boeiend en interessant, dat drukke scheepvaartverkeer. Mm-hmm. Misschien niet zo aantrekkelijk en lieflijk als de groene velden rond Kinare. Maar wellicht wel een veel geschiktere schuilplaats voor ons. Hier zijn we tenminste veilig voor hoofdinspecteur West. Hij zal alles op alles zetten om je te vinden. Het is alleen maar de vraag of hij me hier zal zoeken. Hier. Boven in een verveloos oud pakhuis dat uitkijkt op de haven. In ieder geval heb ik een flinke voorsprong. Dus mocht het comfort van deze oude behuizing niet helemaal zo zijn als jij dat gewend bent, liefje, bedenk dan maar dat we hier niet meer zo heel lang blijven. Wat bedoel je? Kijk eens daar beneden. Dat vrachtschip ligt al aan de stijgen. Het heeft hier vanmorgen aangelegd. De Sneeuwkoningin heet het. Niet zo'n erg passende naam voor die oude gehavende schuit. Maar juist daarom zal het geen enkele argwaan wekken. Carosian, je wilt er dus toch mee doorgaan? Jazeker. Wat dacht je dan? Maar... eerste instructies zijn al doorgegeven. Heb je de kranten dan niet gelezen? Ze staan vol met bijzonderheden over de catastrofe van Kinara. Heb je er niet aan gedacht wat voor uitwerking dat zal hebben op je mensen? Op al die medewerkers van jou? Dat zijn voor het overgrote deel maar kleine, domme, bange mensen. Daarom alleen omdat ze dom en bang zijn, hebben ze jou gehoorzaamd. En ook omdat jij altijd maar beweerde dat ze niet bang hoefden te zijn voor de politie, zolang jij de zaak in handen had. En zo is het nog steeds. Hoe kom je erbij? De kranten schrijven duidelijk dat je op de vlucht bent.
Denk je dat die mensen nu nog op je bouwen? Of nog enig vertrouwen in je hebben? Ze zullen stuk voor stuk aan zichzelf denken en trachten hun eigen huid te redden. Denk jij daar misschien zelf zo over, Julietta? Ik? Ik vraag me af wat jou bezielt. Ik was van plan om alles wat er in Kinare is voorgevallen te vergeten. Omdat ik dacht dat ik de oorzaak daarvan wel begreep. Ik schreef dat allemaal toe aan dat afschuwelijke ongeval met je honden. Die dieren waar je zo ontzettend veel van hield. Ik dacht dat je misschien daardoor voor korte tijd niet helemaal jezelf was. Mezelf? Wat is mezelf? De Julietta die ik van jou gemaakt heb. Die andere Julietta had ik even goed achter kunnen laten om te verbranden samen met het huis. Ik begin me zelfs af te vragen of ik me niet vergist heb. Of het niet iets heel anders was dan de dood van je honden. Ik hield ontzettend veel van ze. Van jou mocht ik alleen van hen houden. Zelfs dat was een vergissing, merk ik nu. Je hield niet alleen van hen. Er was meer. Niet alleen de honden. Je hield ook van een man. En die man was Roger West. Nee. Je liegt. En je hebt nog nooit tegen me gelogen. Je weet hoe ik dat veracht. Zeg de waarheid, Julietta. Roger West, hij was het, die vaar. De eerste man die aan jou gevoelens van liefde wakker riep. En die maakte dat je hart sneller ging kloppen. Het doet me pijn. Ik wil de waarheid. Oh, kijk naar jullie. Ik luisterde naar West wat hij zei. En toen begreep ik hoe een man kon zijn. Een krachtige persoonlijkheid met veel moed. Maar ook met andere eigenschappen. Zoals vriendelijkheid, warmte en goedheid. Al die eigenschappen die jij in mij kapot maakte en die je me leerde verachten. Je schijnt mijn lessen toch niet al te goed ter harte te hebben genomen. Misschien leer je ze nu. Ik denk dat het zo wel genoeg is. Nog een paar seconden. En je was dood geweest, lieve meid. Maar één les wil ik je nog geven. Een les die je goed onthouden moet. Ondanks al die goede eigenschappen die jij, Roger West, zozeer bewondert, kan hij tegen een man als ik niets beginnen. Maar ik zal je de gelegenheid geven dat zelf te beoordelen. Met de kamer van hoofdinspecteur West? Nee, u spreekt met zijn assistent. Ja, hier is er wel een ogenblik, alstublieft. Voor u, inspecteur Weimer van de waterpolitie. Oh, dank je. Hallo, Jack. Wat kan ik voor je... Bedankt. Ja, blij om terug te zijn. Nee, ik zit nog tot over mijn oren in de problemen, hoor. Hoe is het bij jou? Bij de haven, op het water bedoel ik. Oh, ja? Is het waarachtig? Ja, natuurlijk interesseert me dat. Zeg, laat je mannen ze zoveel mogelijk in de gaten houden. Goed. Tot ziens. De ratten schijnen weer uit hun holen tevoorschijn te komen. Wat bedoelt u? Jack Weimer van de waterpolitie vertelt me net dat zijn mensen hier en daar en overal vroegere medewerkers van Corrosion zien opduiken. En er schijnen ook een paar nieuwe gezichten bij te zijn. Had ik nou maar enig idee waar die Corrosion zich... Nou ja, laten we maar doorgaan met onze rapporten. Zeg, hier heb ik het rapport over onze belangrijke personen. Maar er zijn er maar twee, zie ik. Uh-huh. Eén over Sir Arnold Dana en één over Lord Riversley. Maar wat is dan de derde, of die Laszlo Baray? Dat is er nog niet, meneer. Die man is nog altijd in Oslo. Maar die economische conferentie daar is vandaag afgelopen, dus ik denk dat hij morgen naar Londen terugvliegt. Nou ja, nou. Met deze twee schijnt niks bijzonders aan de hand te zijn geweest, terwijl ik weg was. Nee, meneer. Het enige opzienbarende feit dat vermeld wordt is dat Lord Riversley een nieuwe chauffeur heeft. Chadbus, dat is toch gelijk. Ik zoek het in de verkeerde richting. Nou ja, het is toch ook niet zeker dat dat fotje papier waar hun namen op stonden iets te maken heeft met Corrosion, wel? Nee, dat heeft ook niets te maken met zeker weten. Het is een gevoel dat je krijgt, een soort... Ja, noem het instinct van de politieman.
Ja, goed. Wat hebben we hier? Dat is het laatste rapport over Arthur Morley. Oh. Helemaal niets het enige verdenking oproept. Nee, helemaal niets. Helemaal niets. Maar het volgende nummer. En dat is het rapport over het gesprek met Michael Grant. Joost, wat doet die Arthur Morley eigenlijk de hele dag? Niet veel. Hij heeft een kamer aan de haven. Elke dag eet hij in een cafeetje daar in de buurt. 'S Middags schildert hij wat. Heeft hij alles geprobeerd om een baantje te krijgen? Tot nu toe niet. Ik denk dat hij daar niet veel zin in heeft. Dat zou ik zelf ook niet hebben als ik net 13 jaar in de lik had gezeten. En is er enig contact geweest tussen hem en het echtpaar Grant? Ik bedoel, sinds ze in Londen terug zijn? Nee, helemaal niks van die aard. Dus waarschijnlijk weet hij daar niet eens. Hoe laat is het? Even kijken. Het is bij 12:30. Goed, dan stoppen we, gaan lunchen. Wat, stoppen? Nu? Ja. Ik dacht dat dan geef me even het adres van het cafeetje waar Morley altijd naartoe gaat, wil je? Deze plaats tot vrij of zit er iemand? Oh nee, gaat u gerust. Hey, Inspector West. Is het goed dat ik naast je kom zitten, Morley? Wat doet u hier? Och, ik kwam hier toevallig langs. Ik had trek in een kop thee. Het zag hier wel aardig uit, zodoende. Ja. Ja, we leven in een kleine wereld. U hebt me natuurlijk laten schaduwen, is het niet? Waarom denk je dat? En, wat zal het zijn, meneer? Voor mij alleen maar een kop thee. Kom voor mekaar. 1 kop thee, 1 meisje. Inspecteur. Ja? Ik heb de kranten gelezen. Ik wou alleen maar zeggen... Ik ben erg blij dat u aan Carosien ontkomen bent. Werkelijk, ik meen het. Ja, ik voelde me een beetje verantwoordelijk... omdat ik eraan mee had gedaan... Maar ik had geen andere keus. Morley, heb jij nog iets van hem gehoord? Daarna bedoel ik. Nee, niets. Heeft hij je zelfs niet laten weten dat hij je dochter heeft vrijgelaten? Is dat werkelijk waar? Jazeker. Zij en Grant zijn weer vrijgelaten. Inspecteur, wat heeft dit te betekenen? Probeert u mij op de een of andere manier voor de gek te houden? Waarom zou ik? Je schijnt niet te geloven wat ik zeg, Morley. Er stond niets van in de krant. Nee, mijn chef vond het beter dit nieuws nog even buiten de publiciteit te houden. Maar Christine is dus veilig en haar echtgenoot ook. Ze zijn in Londen op het ogenblik in hun flat. Het is erg aardig van u, inspecteur, om me dat te vertellen. Oh ja, ik dacht... Morley vindt het vast wel fijn om dat te horen. Maar dat is alles. Ja, inderdaad. Dank u. En bent u van plan haar op te zoeken? Oh, nee, beslist niet. Ik wil het niet voor haar bederven. Ik heb er al genoeg ellende aan gedaan. Het is me meer dan genoeg te weten dat ze veilig is. En gelukkig. Dat is alles wat ik wil. Alsjeblieft, lekkertje. 1 thee. En dan is dat 8 pens. Alsjeblieft. En de rest is voor jou. Ja, bedankt, liefie. Nou, ik moet er weer eens vandoor. Tot ziens, Morley. Nou, begrijp u dat nou, meneer? Sommige mensen smijten maar met geld. Heb je me daarvan terug? Ik zou graag via de kade terugrijden, agent. Zeker, inspecteur. Rij maar langs het oude hoofdgebouw, hè? Ja. Langzamer. He? Heel langzaam. Agent, ik zei langzamer. Ja, maar dat kan toch niet, meneer? Toch niet in dit verkeer? Nou, maar dezelfde weg terug. Nou, dus keren zodra je de kans krijgt. Juist. En rijd dan terug naar het laatste kruispunt. Ja. Maar is er iets aan de hand, inspecteur? Ik dacht dat ik daar net een paar oude bekenden zag lopen. Daarna wil ik nog even terug. Ach. Let op, hier, pak je kans. Ja, keren maar. Wat? Nee. Nee, ik vergis me niet, inspecteur. Ik heb ze toch met mijn eigen ogen gezien. Ja, in uw district. Het waren de gebroeders Cotter. Ja, laat uw mensen wel goed uit hun doppen kijken, hè? Graag, tot ziens. Wat is er zo belangrijk aan die twee knapen? Daar heb ik 2 goede redenen voor. Lanky Carter en zijn broer staan aan het hoofd van een groepje keiharde misdadigers... die altijd alleen in het noorden van Engeland opereren. En het vreemde is dat die twee broertjes Carter nu hier... zoveel zuidelijker gesignaleerd zijn. Neem jij het even weer? Ja. Met de kamer van hoofdinspecteur West. Nee, u spreekt met zijn assistent. Ja, ogenblikje. Het is voor u, meneer. Wie is het? Hij wil zijn naam niet zeggen, maar voor mij is Pierre Lee Willis. Kom hier. Pierre, ik ben blij dat van je te horen. Nou, ik sta aardig bij je in het krijt, ouwe jongen. Ja, als jij mijn vrouw niet die tip gegeven had over Jacko Dempster... dan zat ik nou niet achter mijn bureau. Wat? Ah, je hebt nog wat voor me. Nou, uitstekend, spuit maar op. Nee, ik ben 1 al hoor. Huh?
Ja. Ik heb er zelf ook een paar gezien. De gebroeders Kotter onder andere. Vanuit het hele land dus. Heb jij enig idee... Wat was dat? Welke kleur? Rood? Nou, ga door, Pierre. Ik wil alles weten. Alles hoor je. Fijn. Bedankt, Joff. En? Nog meer? Nee, meneer. Dat was brigadier Joff van het laatste districtsbureau. Wat had hij te vertellen? Hetzelfde verhaal? Precies hetzelfde. En wat zijn uw ervaringen? Ik heb minstens een half dozijn telefoongesprekken gevoerd, maar er is geen twijfel mogelijk, Hubert. Wat Pierre Willems me vertelde is absoluut waar. Trouwens, wat Pierre zegt is altijd waar. Een vent waar je van de baan kunt. Neem jij voor me waar, Jill. Dan neem ik even deze gegevens door met commissaris Chatworth. Maar Roger, ben je daar nou werkelijk zeker van? Ja, sir. Het komt allemaal met elkaar overeen. Jill heeft me bijna alle districtsbureaus gebeld... en ik heb gesproken met de politie van de 6 grootste steden. Manchester, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Hull, Cardiff... En zij bevestigen wat Pierre Willems jou heeft verteld? Ja, volkomen. Er is geen twijfel mogelijk, sir. Alle misdadigers van het land komen bij elkaar in Londen. Vanuit het hele land zijn ze hier naartoe getrokken. Dieven, moordenaars, inbrekers, zakkenrollers, noem maar op. Grote, gevaarlijke jongens, zoals de gebroeders Kotter... maar ook kleine, onbeduidende kruimeldieven. Sinds vanmorgen vroeg stromen ze de stad binnen en het gaat nog steeds door. En die rode schildjes? Volgens Pierre worden we ermee overstroomd. Dat is het dus, sir. Dit moet het zijn. Het begin van Corrosion's grote krachttoer, zijn miljoenenproject. Dit moet het zijn. Een complete invasie van de hele Engelse onderwereld. Plundering en roof op grote schaal. En het doel? Londen. U luisterde naar het 6e deel van Attentie voor Roger West. Een hoorspel in 7 delen naar het boek van John Creasy. Radiobewerking Morris Travers, vertaling Peggy van Kerkhoven. De rolverdeling. Jaap Maardeveld was Meloen, Ab Abspoel, Hubert Jill, Bruni Henke, Julietta, Piet Reumer, Roger West, Maria Lindes, Janet West, Jan Borkus, Sir Guy Chatworth, Pieter Lutz, Corrosion en Robert Sobels, Arthur Morley. Technische realisatie Ad van der Ven en Léon Dubois. Régie, Hero Müller. Oproep voor hoofdinspecteur West. Attentie voor hoofdinspecteur West. Attentie voor Roger West. Een misdaadserie in 7 delen naar het boek van de beroemde detectiveschrijver John Creasy. Voor de radio bewerkt door Morris Travers. Vertaling Peggy van Kerkhoven. Regie Hero Müller. Vandaag het 7e en laatste deel. Meesterbrein om middernacht. Zo, nou nog 2 eieren. En dat citroenessence heb ik hier, ja. Roger! Ik schrik me ongeluk. Zo. Janet. Vaak heb ik u wel gezegd dat je de achterdeur op slot moet doen als je s'avonds alleen thuis bent. Ach, Roger, ik ben het helemaal vergeten. Ik ben strakjes even naar buiten geweest om een beetje afval weg te gooien. Maar waarom kom jij nou via de achterdeur binnen? Omdat ik nog licht verbrand in de keuken. Waar ben je nou mee bezig zo laat op de avond? Ik ben een cake aan het bakken, zoals uw scherpe blik zou kunnen zien. Zo laat nog? Komt dus 22:30. Nou, joh, dat is toch de beste tijd om een nieuw recept uit te proberen? De jongens naar bed en alles lekker rustig omheen. Moet die radio beslist zo hard aanstaan? Oh. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft helemaal niet aan dat jij thuis bent. Nou, ik moet zo weer terug naar de yard. Ze hebben me hard nodig. Ieder ogenblik kan de hel losbarsten. We zijn er nu eindelijk achter waar hij al die tijd mee bezig is geweest. En wat hij heeft voorbereid. En wat is dat? Een complete invasie, Janet. Voor alle grote en kleine misdadigers van heel Engeland. Sinds vanmorgen vroeg zwermen ze Londen binnen. Schurken in alle soorten en maten.
Op dit moment al kun je zeggen dat er meer boeven in Londen rondlopen dan politieagenten. De hele stad wemelt ervan. Oh, Roger. Dat is dus Carosians grote project, Janet. De plundering van heel Londen. Oh. En als die zaak losbarst, kunnen we maar weinig doen. Omdat we te laat zijn achtergekomen. Ach, neem jij de telefoon even, Roger. Ja, sir. Met het bureau van de commissaris. Met inspecteur West hier. Ja, Hubert? Ik begrijp het. Ja, blijf in de meldkamer. En breng me op de hoogte zodra er iets gebeurt. Was dat Til? Ja. Hij heeft nog net met alle districtsbureaus gesproken. Niets. 12:00 middernacht. Ja. En nog volkomen rustig. Te rustig naar mijn smaak. Ja. De stilte voor de storm. En wanneer zal dat losbarsten? Ik voel net alsof ik op een vulkaan zit. Ik denk dat iedereen bij de jaarten zo voelt, sir. En ook iedereen op de districtsbureaus. Ik vraag me af wanneer Carosi dat startschot geeft. Waar wacht hij op voor de donder? Champagne. Het is 12:00. Het kan nu ieder ogenblik beginnen. Laten we samen drinken, Giulietta. Op de goede afloop. Ik hou niet van champagne, Carosi, en dat weet je toch? Dan maak je voor deze keer maar eens een uitzondering. Ik sta erop, liefje. Ik weet zeker dat je me dit niet zult weigeren. Goed dan. Ik geef toe dat ik ook liever in een andere omgeving, meer in overeenstemming met dit grootse gebeuren, dit kleine, intieme feestje, met jou zou willen vieren. En niet in dit oude, vervallen pakhuis, ergens aan de Theems. Maar niettemin, hier is je glas, Giulietta. Dank je. Laten we drinken op het welslagen van onze onderneming. Vooral op de eerstvolgende 24 uur. De eerste fase zal zo dadelijk ingaan. En gedurende de rest van de nacht en ook morgen de hele dag steeds veel omvattender worden. De politie zal volkomen machteloos staan en er niets tegen kunnen doen. En daarna? Juist, fase 2. En aan het einde daarvan, dat is zo omstreeks middernacht, morgen bij vloed, vaart ons schip, de Sneeuwkoningin, met haar lading weg. Ik heb beloofd dat je zelf zult kunnen beoordelen, Giulietta, wie er het beste afkomt. Hoofdinspecteur Roger West of Carosian? Morgen krijg je daartoe volop de gelegenheid. Hé, daar. Wie is dat? Ik ben het, mevrouw Laurie. Ik? Zo. En wie is ik? Oh, ben u het, meneer Morley? Kom u nou pas thuis? Het is 2:00 in de nacht. Om u de waarheid te zeggen, ik wou net even weggaan, mevrouw Laurie. Even een frisse neus halen. Het is erg benauwd op mijn kamer. Ja, nou, u liever dan ik. Wees u maar voorzichtig om, meneer Morley, zo midden in de nacht. Och, wat kan er gebeuren? Even een staartje om. Goedenacht, mevrouw Laurie. Wat is er, Chris? Oh, Michael. Lievertje, wat is er? Heb je zo naar gedroomd? Oh ja. Oh, God, dat was verschrikkelijk. Een nachtmerrie. Het gebeurde weer allemaal, net als toen. De badkamer in Hotel Upland. Een Carosian en... Nou. Kalm nou maar, liefje. Houd me tegen je aan, Michael. Kom hier. Zo goed. Ja. Je bent nu hier, veilig. Veilig bij mij, in onze flat in Londen. En het is allemaal voorbij, lieveling, en achter de rug. Zal ik hem nemen, sir? Nee, ik neem hem zelf. Chatsworth. Ja, Jill, ja. Is het zover, sir? Bankoverval in Aldgate, ja. Overval op een speelhol in, waar zeg je? In Berkeley Square, ja. 2 inbraken, waar? Neem mij het andere toestel, Roger. Inspecteur West. Ja, ga door. Ga door, Jill. Met over, hoor. Ja, inspecteur. Inbraken in Knightsbridge, St. John's Wood. Ruiten ingegoten, etalage leeggeroofd. Hoeveel? 3. Verder nog iets, Jill. En wat nog meer, inspecteur? Goed, jongen. 2 vrachtwagens gestolen. Juist, bedankt zover. Nou, Roger. Dit is het dan, hè.
Carosians miljoenendans. Het is begonnen. Hallo, Chelsea 1492. Tennant, met Roger. Oh, Roger. Ik heb vanmorgen de nieuwsbericht gehoord. Het is niet te geloven. Terwijl de nieuwslezer bezig was, kwamen er nog steeds nieuwe meldingen binnen. Ja, het is één stroom van misdaden, Janet. En dat is de hele nacht zo doorgegaan. Ze hebben overal toegeslagen. Ik weet niet op hoeveel plaatsen tegelijk. Bij juweliers in Hatton Garden, in pakhuizen met bontjassen en nachtclubs, in particuliere woningen. Het is gewoon onvoorstelbaar. Heb je het extra politiebericht gehoord? Hm? Waarin iedereen wordt verzocht zijn kinderen vandaag thuis te houden? Ja, ook. Nou, die twee van ons zullen daar niets op tegen hebben. Ik was bang dat je niet gehoord had en daarom bel ik je even op. Hm? Janet, ik wil ook niet dat jij de straat op gaat, begrepen? Ja. Blijf thuis met de kinderen. Nou, ik wil ophangen. Dag, lieverd. Ja, binnen. Alsjeblieft. Thee, meneer. Dat zal me goed doen. En Hubert, wat is het laatste nieuws? Het is net een gekkenhuis. De jongens van de inlichtingen zijn helemaal krankzinnig aan het worden. Ze hebben nauwelijks tijd om adem te halen of de volgende melding is er alweer. Alle bureaus smeken om patrouillewagens. We hadden er 3 maal zoveel, dan was het nog niet genoeg. Ja, met West. Chatworth, kun je even naar mijn kamer komen, Roger? Maar natuurlijk, sir. Ik ben even naar de commissaris. Blijf je hier en hou alles bij. Jawel. Even zeggen, Roger, dat ik die 2 agenten die Riversley en Dana moesten schaduw heb teruggeroepen. Teruggeroepen, ja. Sir? En wat nou die derde betreft, die economische regeringsadviseur... Laszlo Baraj. Precies, daar heb ik nu ook niemand voor beschikbaar, dus vergeet dat maar. Maar ik heb al iemand naar Londen Airport gestuurd, sir, om Baraj te volgen. Dan roep je die maar terug. Ja. Het is best mogelijk dat die 3 op een lijstje hebben gestaan van Corrosion... maar zoals het toestand nu is, lijkt me dat van geen enkel belang. Ja, maar, en dat geldt ook voor de man die Arthur Morley schaduwt. We hebben iedereen die beschikbaar is nodig. Waarom zit ik dan achter mijn bureau? Ik zou er veel liever met de patrouillewagen naar buiten gaan. Omdat ik je hier nodig heb. Ik wil dat je elk rapport dat er binnenkomt, iedere mededeling, hoe klein ook, nauwkeurig controleert. Ik hoop dat als wij jou zoveel mogelijk informatie doorgeven, jij tenslotte achter kunt komen waar het om gaat. Waar die corrosie om te doen is. Wat heeft die kerel met ons voor? Waar is hij op uit? En nog steeds is er geen enkele aanwijzing dat de reeks van misdaden die Londen op het ogenblik teistert minder wordt. Integendeel, roof en geweld beheersen de stad. Prima. Een uur geleden was Regent Street het doelwit. Een bank, een juwelierszaak, een antiquaire en een warenhuis waren bijna tegelijkertijd het slachtoffer van brutale inbraak. Zet af, Julietta. Eerst komt het bericht binnen. Nou, lieve kind, wat zeg je daarvan? Heel Londen is in paniek. En de politie, hoofdinspecteur West inbegrepen, weet niet wat en waar ze beginnen moeten. Ja, het heeft er alle schijn van, Corrosion. De hele operatie, zowel fase 1 als fase 2, verloopt precies volgens plan. En ik, Corrosion, wat gebeurt er met mij? Mijn plannen met jou, liefje, zijn voorlopig nog even opgeschort. Wat bedoel je? Je zult gisteren wel gemerkt hebben dat ik je niet gevraagd heb naar wat er precies tussen jou en Roger West is voorgevallen, voordat hij uit Clinara wist te ontsnappen. Ja, dat heb ik gemerkt. Misschien heb jij je zelfs afgevraagd wat me daarvan weerhield. Maar het schijnt dat ik ook een kwetsbare plek in mezelf ontdekt heb. En die zwakke plek ben jij, Julietta. Ik kan mezelf nu wel wijsmaken dat alles wat er gebeurd is, die gevoelens van jou voor Roger West, alleen maar een bevlieging waren, voortgekomen uit een tijdelijke onevenwichtigheid. Maar ik hoop dan wel dat je weer gauw de oude Julietta zult zijn, zoals ik die altijd gekend heb. De Julietta die ik vorm en gestalte gaf. Een vrouw met schoonheid en intelligentie. Corrosion. Laten we er voorlopig niet meer over praten. Later, als de 2e fase van onze grootscheepse actie is afgerond en voordat de sneeuwkoningin straks bij vloed, zo tegen middernacht, zee kiest, dan, lieve kind, zullen wij deze kwestie voor eens en voor altijd afhandelen. Hier is weer een nieuwe lading meldingen, meneer. Als het in dit tempo doorgaat, Jill, kan ik hier straks niet eens meer zitten. Ja, zo is het. Zeg, hij is niet zo verdomd opgewekt, hè? Nou, ik ben anders helemaal niet zo opgewekt. Het grootste geboefd heeft op het ogenblik de teugels in handen. Ja. Kluizen worden opengebroken, safes leeggeroofd, winkels, pakhuizen, restaurants geplunderd. Het lijkt erachter wel of er geen smeris meer rondloopt in Londen. Corrosion weet van geen ophouden. En we kunnen er weinig tegenover stellen. Nou ja, er zijn er een stelletje gearresteerd. 23, volgens de laatste telling. En allemaal droegen ze die rode schildjes. Laat me de laatste meldingen eens zien. Kijk u dit even in, meneer. Dat gaat over Arthur Morley. Morley? Laat zien.
Wie en wat is mevrouw Lowry? Dat is een hospita. Het schijnt dat Morley gisteravond laat nog een luchtje is gaan scheppen, zo tegen middernacht. Maar daarna is er niemand thuisgekomen. Ze maakte zich dus bezorgd, vooral na al die alarmerende berichten over de radio. Ze belde de yard. Ja, wat heb je gedaan? Nog niets, meneer. Ik wilde eerst even met u praten, natuurlijk. Ja. Nou, laat maar een bevel tot opsporing uitgaan. We hebben wel niet veel kans met al die deining, maar je kunt nooit weten. Ja, met hoofdinspecteur West. Chatworth, kom dadelijk hier, Roger. Is er iets gebeurd, sir? Ja, en dit is heet van de naad, Roger. Het gaat over Lord Riversley. Hij is verdwenen. Ik kom onmiddellijk bij u, sir. Hij had een lunchafspraak. Is daar niet aangekomen. Zijn auto werd later leeg teruggevonden op Hampton Heath. Het enige dat ze vonden lag op de vloer onder de bank van de chauffeur. Hier, een klein rood schildje. Wel allemachtig. Ja, het stond in een van de laatste politierapporten. Ik heb het met mijn eigen ogen gelezen, notabene. Lord Riversley heeft een nieuwe chauffeur in dienst genomen, stond er. En het is helemaal niet bij me opgekomen dat dat een medewerker van Corrosion zou kunnen zijn. Maar dat is jouw schuld toch niet? Als er één voor verantwoordelijk is, ben ik dat toch. Ik heb dan besloten om de man die Riversley schaduwde terug te roepen. En die andere twee toch ook? Die andere twee, Dana en Barai. Onmiddellijk navraag doen. Jij informeert naar Dana, ik neem die andere voor mijn rekening. We hebben geen minuut te verliezen. En hij is er niet verschenen. Mooi, bedankt. En Roger? Vanmorgen om 11:15 heeft Sir Arnold Dana zijn fabriek verlaten om naar een zakenconferentie te gaan, maar hij is daar niet verschenen. Mm-hmm. En niemand heeft er enig idee van waar hij op het ogenblik is. Nou, ja. Hoe is dat met Laszlo Barai, sir? Barai is precies op tijd vanuit Oslo in Londen aangekomen. Zo. En Dana zou weer regelrecht naar het ministerie van Economische Zaken. Maar is er ook niet verschenen, neem ik aan? Precies. We hebben ook bij hem thuis navraag gedaan, nergens te vinden. Dan heeft Corrosion ze dus alle drie te grazen. En er zullen er nog meer volgen, denk ik zo. Jij bedoelt natuurlijk dat lesje. Precies. Riversley, Dana, Barai, dat waren de namen die bovenaan stonden. En het afschuwelijke is dat ik niet weet wie er nog meer op stonden. Maar één ding is zeker. Dit is uiteindelijk Corrosion's werkelijke doel. Ontvoering op grote schaal. Precies. En die hele reeks van misdaden vandaag in Londen is alleen een afleidingsmanoeuvre. Hij laat ons rondrennen, houdt ons overal tegelijk bezig en kaapt ondertussen zijn werkelijke slachtoffers onder onze neus weg. En dat zal hem nog lukken ook. Ja, bij die ontvoering van Christine Grant voelde ik intuïtief dat het alleen maar een afleidingsmanoeuvre was. Maar ik begreep toen nog niet dat het ook een soort repetitie was voor vandaag. Mm-hmm. Ik zou graag onmiddellijk met het echtpaar Grant gaan praten, sir. Heb je daar een speciale reden voor? Ja, sir. Het heeft me aldoor dwars gezeten. Al vanaf het moment dat ik ze allebei uit Corrosion's hoofdkwartier zag weggaan, waarom Corrosion ze eigenlijk vrij liet. Waarom is ze vrij? Maar lieve man, je hebt die verklaring van Michael Grant toch gelezen? Ja. Het staat er allemaal in. Grant heeft precies gedaan wat Corrosion van hem verlangde, dus... Dus mocht hij weg, en zijn vrouw ook, zomaar, als beloning voor bewezen dienst. Nou, en? Maar zoiets past toch helemaal niet bij Corrosion, sir. Zonder blikken of blozen heeft hier vandaag een horde van misdadigers op Londen losgelaten. Maar als het om Michael en Christine Grant gaat, wuift hij ze vriendelijk goeiedag. Nou, dat gaat er bij mij niet in, sir. En daarom wil ik wel eens een praatje gaan maken met de Grants. En dat kan net zo goed nu meteen. Maar West... Ik dacht dat we nu eindelijk van jullie af waren. Je hebt mijn verklaring toch bij de yard? Moeten we daar nou weer over beginnen? Ik wil alleen maar dat Chris deze afschuwelijke zaak zo gauw mogelijk vergeet. Dat kan ik me voorstellen. Werkelijk? Nou, dat betwijfel ik. Als je haar gezien had zoals ik vannacht... Toe, Michael, alsjeblieft. Toen ze wakker schrok uit een nachtmerrie... volkomen overstuur, weer allemaal alles opnieuw beleefde... vanaf die allereerste dag. Het is echt niet mijn bedoeling om u of uw vrouw... weer met al die narigheid lastig te vallen, maar... Ik mag toch wel op uw medewerking rekenen? Van u meer dan van wie ook? U doelt op het feit dat ik Corrosion uit mijn vaders huis liet ontsnappen. Mm-hmm. Sindsdien heb ik inderdaad alles gedaan wat hij me opdroeg. Maar denk je dat ik dat zo leuk vond? Ik deed het allemaal voor Chris. En ik zou het weer doen als het moest. Daar heb ik het niet over. Maar wat verlangt u dan van ons, meneer West? Om heel eerlijk te zijn, mevrouw Grant, ik weet het zelf niet precies. Ik ben alleen maar op zoek naar een aanwijzing die me misschien zou kunnen leiden naar Corrosion's nieuwe schuilplaats. Corrosion? Dat is uw probleem. Daar hebben wij verder niets meer mee te maken. Niets mee te maken? Buiten deze mooie luxe flat van u is Londen één grote chaos. Of wist u dat niet? Terwijl we hier zitten worden er mensen bestolen, mishandeld, sommigen zelfs vermoord. Anderen verdwijnen, zomaar, net als uw vrouw toen. Allemaal het werk van Corrosion. Maar als ik hem vind, dan is het afgelopen. Uit! Michael, hij heeft gelijk. Luister... Er is niets meer te vertellen. Alles staat in mijn verklaring. Maar misschien is er wel iets. Iets dat u nog vergeten hebt. Een kleinigheid maar. Denk nog eens na. Nee. Ik zou het niet weten. Had Corrosion u gezegd dat u Christine mee mocht nemen? Of werd u alleen maar verdoofd en in de wagen gezet? Hij zei het ons eerlijk. Is het niet zo, Chris? Mm-hmm. En,
dat is nou wat ik maar niet begrijp. Waarom al die moeite? Jullie eerst verdoven, dan je helemaal uit Ierland naar Engeland terugbrengen, als je net zo goed had kunnen laten vermoorden. Ik denk dat hij ertoe is overgehaald dat niet te doen, meneer West. Ertoe is overgehaald? Hoe bedoelt u? Hij zinspeelde daar min of meer op. Tenminste, daar leek het op. Waar heb je het over, Chris? Maar weet je dan niet meer wat hij zei? Wacht eens even. Ja. Ja, er was wel iets. Een van die rare, wonderlijke opmerkingen. Nou, wat was dat dan? Ik herinner me niet meer precies wat hij zei. Maar het kwam erop neer dat we dankbaar moesten zijn dat er ter wille van ons invloed op hem was uitgeoefend. Invloed door wie? Ik dacht, misschien door die vrouw die altijd bij hem is. Julietta? Mm-hmm. Die heeft totaal geen invloed op Corrosion. Inderdaad. Eerder andersom, zou ik zeggen. Nee. Ik denk niet dat dit me ook maar iets verder brengt. Maar het is wel iets om nog eens over na te denken. Goed. Bedankt voor de informatie. Mm. Het beste. U hoeft me niet uit te laten, ik vind de weg wel. Hallo, Hubert. Ah, bent u er weer? Mm-hmm. En heeft het gesprek met de krant iets opgeleverd? Nauwelijks. En wat is hier allemaal gebeurd in die tussentijd? Ik ben aan de misdaad van mijn leven bezig. Ah, dat is fijn voor je. Nou, kijk je maar eens. Weer een half dozijn ontvoeringen. Dat maakt in totaal 14 tot nu toe althans. En kijk eens wie er allemaal bij staat. Mm-hmm. Ja. Hier, een bekend parlementslid. Dit is een van de rijkste antiquairs. En hier, een van onze grootste bankiers. Ja. Maar wie is dit nou? Henry Kempler? Dat is een vent die 3 maanden geleden 250.000 pond gewonnen heeft in de voetbaltoto. Weet u niet meer? Ja. Oh, ze zijn dus allemaal of heel bekend of heel rijk. Of allebei. Wat is dit? Nog meer rapporten en meldingen? Ja. Het houdt maar niet op, hè? Toch is er één lichtpuntje in deze chaos. Arthur Morley is opgespeurd. Wat, is die gevonden? Ja, een wijkagent heeft hem herkend. Hij werkt in een pakhuis aan de rivier. Van Simley's. Simley's? Ja, dat ken ik wel. Dat is een algemeen scheepvaartkantoor. Geen grote maatschappij. Maar ze hebben wel een eigen aandachtstijger en een pakhuis en een Limehouse Reach. Volgens die wijkagent schijnt Morley daar vannacht aan de slag te zijn gegaan. Oh. Ja. Nou, dat is dan dat. Eens kijken wat we hier hebben. Met hoofdinspecteur West. Ja, ga je gang. Ja? Ja? Goed, bedankt. Weer 3 mensen vermist. Generaal Sir William Scott, Ferrans en graaf Derringham. Nou, met zo'n stelletje bij elkaar kan Corrosie een aardige losprijs vragen. En wij kunnen er verrekt weinig tegen doen. Ik dacht dat ik was ongeveer wist wat frustratie betekent, maar ik geloof dat ik er vandaag pas werkelijk achter ben gekomen. Julietta! Ik sta hier, Corrosion. Bij de reling. Eindelijk is het zover, beste kind. Nog een klein uur en het is middernacht. De vloed is dan op zijn hoogst. En dan vertrekt het schip. Regelrecht naar zee. Om zijn zeer speciale lading uit het land te brengen. Precies. De vraag is alleen nog of jij ook meegaat, Julietta. Corrosion. Maar als jij met mij meevaart, kan dat alleen als de Julietta die ik van je gemaakt heb. Mijn Julietta. Goed begrepen? Ja. Dan zou ik nu graag je besluit willen horen. Ik ga met je mee, Corrosion. Je weet het zeker, Julietta? Ja, absoluut zeker. Mijn gevoelens voor Roger West bestaan niet meer. Als ze ooit bestaan hebben. Je had gelijk, Corrosion. Het was inderdaad, zoals jij het noemde, een bevlieging. Meer niet. Ik ben blij dat te horen. In ieder geval heb je hiermee bewezen hem de baas te zijn. En hij ook. Je hebt West voor eens en voor altijd uitgeschakeld. Och, West is een goede politieman. Scherpzinnig en met veel intuïtie. Maar met al zijn scherpzinnigheid heeft hij toch niet weten te ontdekken dat Simley's aan mij toebehoort. En met al zijn intuïtie heeft hij niet het flauwste vermoeden van dat de 40 met een kruis gemerkte kratten beneden in ruim A de 40 bewusteloze mannen bevatten waar hij zo ijverig naar op zoek is. Ze bevinden zich alle 40 hier. Hier beneden ons. In het schip. Zeg dat nog eens, Roger. Hoeveel?
40, sir, alles bij elkaar. Ontzettend. Het is de hele dag doorgegaan. Maar de meesten werden vanavond laat pas als vermist opgegeven, toen ze niet thuis kwamen. Vooral de laatste paar uur is er een stroom van namen binnengekomen. Uit het maatschappelijk leven, de zakenwereld, de industrie, de politiek, noem maar op. Corrosion heeft ze wel met zorg uitgekozen. Ja, maar wat ik me afvraag is, waar houdt hij al die mensen verborgen? Hij is waarschijnlijk van plan om met ze vandoor te gaan, Roger. Alle tekenen wijzen er toch op, gewoon er vandoor. Maar dat zal hem niet lukken, sir. Ik zal hem hoe dan ook weten te vinden. Ik weet, er is een aanwijzing, iets dat iemand tegen me gezegd heeft. Ik loop er al de hele dag over na te denken, maar het ontglipt me steeds. Nou, blijf het dan proberen. En doe je uiterste best, Roger, hè? Ja, goed zo. Het is net als een woord dat op het puntje van je tong ligt, waarbij je me niet op kunt komen. Wat zegt u? Nee, niks. Ik praat een beetje in mezelf. Je moet gewoon het pakje sigaretten naar me toe, wil je? Ja. Alsjeblieft. Met West. Ik ben het, Roger. Ah, Janet. Ik moest je gewoon even bellen voor ik naar bed ga. Je hebt niets meer van je laten horen sinds vanmorgen. Ik heb geen minuut tijd gehad, Janet. Is het goed met je? Ik leef nog. Je zult wel doodmoe zijn, hè? Het is al over 11. Je hebt al in bijna 40 uur niet geslapen. Nou, maar ik ben de enige niet. We lopen hier allemaal rond als een soort slaapwandelaars. Alles goed thuis? Oh, het is nu rustig, maar het was me een heksenketel. Ja? De jongens de hele dag in huis. Oh, wat hebben die een energie. Ik voel me er een afgeleefde oude juffrouw bij. Ah, kom. Nou, ik had tenminste op sommige ogenblikken erg veel behoefte aan jouw aanwezigheid. Weet je, de invloed die er van een vader uitgaat, die is toch anders dan... Wat zei je daar? Nou, ik zei dat de invloed die er van een vader uitgaat... Dat is het! Wat bedoel je? Janet, lieve Janet, wat een zegen dat je me opbelde. Ik kan nu niet verder met je praten. Ga maar vlug naar bed en slaap lekker. Tot morgen. De invloed van een vader, natuurlijk, dat is het. Jill? Jawel? Ik heb iets voor je te doen. Jet Boyer. Met Roger de Besser. Een ogenblikje, neem ik wel. Hubert, dat vrachtschip dat aan de steiger ligt bij Simley's. Ik wil precies weten hoe laat dat vanavond vertrekt. En maak voort. Ja. Wat is er allemaal aan de hand, Roger? Ik heb het, sir, de oplossing. Ik bedoel, ik... Nu weet ik waarom Corrosion het echtpaar Grant vrijliet. En ook waar ik dit hele stel ontvoerde slachtoffers van heeft opgeborgen. En ook waar hij zelf zit. Hoe lang duurt het nog voordat we weggaan, Corrosion? Nog 30 minuten ongeveer. Oh, ik wou dat het al zover was, nu. Er is helemaal geen reden om nerveus te zijn, Julietta. Niets kan ons tegenhouden. Nee, natuurlijk niet. Ah, 10 miljoen pond. Corrosion, weet je zeker dat ze zullen betalen? Dat spreekt. We laten geen van onze zogenaamde passagiers vrij voordat het hele bedrag van alle losprijzen tezamen op een speciale bankrekening in Zwitserland gedeponeerd is. En de opbrengst van alles wat hier vandaag in Londen bij elkaar geroofd is, wat gebeurt daarmee? Dat komt als beloning toe aan alle die eraan hebben meegewerkt en die daarmee ons de gelegenheid gaven onze zeer bijzondere lading in te schepen. Het is allemaal zo rustig en gladjes gegaan. Dat hele plan van jou is werkelijk een fantastisch succes geweest. Maar niet van hem alleen, Miss Julietta. Het was niet alleen zijn plan. Wie is dat? Die man die... Goedenavond. Morley. Arthur Morley. Hoe komt die hier? Daar heb ik alle reden voor, mijn lieve jonge dame. Ik ben degene die dit hele plan ontworpen heeft. U? Arthur Morley? Ja, Hubert. Die werkt al die tijd samen met Corrosion. Als je daarvan uitgaat, wordt opeens alles duidelijk. Dat verklaart waarom Corrosion Christine Grant aan een man vrijliet. Onder invloed van haar vader. Dat is het enige waar Morley iets om geeft, zijn dochter. Maar als hij samenspant met Corrosion, dan moet hij ook goed gevonden hebben dat ze ontvoerd werd. Nou, ik denk eerder dat Corrosion het op zijn eigen houtje deed. En dat Morley wel mee moest spelen. Bovendien, al dat zogenaamde bemiddelen van hem nam natuurlijk ook alle verdenking van hem weg. En dat Morley nu plotseling een baantje heeft bij Simley's, dat betekent volgens u dat Corrosion daar ook zit? Derde, dat Corrosion de eigenaar van Simley's is. Net zoals hij de eigenaar was van Kinara. En weet jij een betere plek om 40 gekidnapte mensen in weg te werken dan een vrachtschip dat klaar ligt om zo omstreeks middernacht te vertrekken? Hoe laat is het nu? Goed 11:30. Nou, vooruit de grens, sneller. Plankgas. Laten we hopen dat de andere patrouillewagens en de rivierpolitie op tijd komen. Doen we een schietgebedje, Hubert. Oh ja, Miss
Julietta. Het was allemaal mijn idee. U moet weten, Carosian en ik hebben al heel lang samengewerkt. Waarom heb je me dat nooit verteld, Carosian? Dat vond ik niet nodig, lieve kind. Eigenlijk was die samenwerking de ware reden dat mijn vrouw op zo'n ongelukkige manier aan haar einde kwam. Iedereen dacht dat ik haar uit jaloezie vermoord had. Maar in feite was het omdat ze ontdekte dat Carosian en ik samenwerkten.